Op een van mijn zwerftochten ben ik een keer vanuit Winterswijk naar de Besselinkschans gelopen. De Besselinkschans is voor veel mensen inmiddels wel bekend, want hier wordt de Zwarte Cross gehouden en er is hier nog veel meer spektakel in de omgeving in de loop van het jaar. Recht tegenover me ligt een zandweg en als ik die uitloop kom ik in het wonderschone Lievelde terecht. Dit gebied is, als je het vergelijkt met 100 jaar geleden, totaal veranderd. Hier lagen toen nog woeste gronden met vooral veel heide en een beetje opslag van dennen en berken. Het gebied was hier zelfs zo open, en omdat een eindje verderop ook nog een grote open es lag, kon je zelfs de kerktoren van Groenlo hier zien. Het lot van de heidegronden is overal in Oost-Nederland hetzelfde geweest. Lang was het nodig voor het landbouwsysteem. Koeien en varkens en natuurlijk ook schapen gingen er overdag weiden en verzamelden hun voedsel. En 's nachts werden ze opgehaald en dan gingen ze in de potstal, waar ze hun uitwerpselen konden laten vallen op de heideplaggen in de stouw. Die met uitwerpselen doordrinkte plaggen die werden gebruikt voor de bemesting van het bouwland, zodat de gewassen daar beter op konden groeien. Maar aan het eind van de 19e eeuw kwam de uitvinding van de kunstmest en was er een veel makkelijkere manier om het bouwland te bemesten. De heide verloor daardoor zijn functie. Dat de heide ook interessant was voor planten en dieren was in die tijd nog niet belangrijk. Gevolg was dat overal de heidegronden werden ontgonnen en omgezet worden in landbouwgrond. Maar er werden ook dennenbossen opgeplant, zoals hier bij de Besselinkschans. Want die dennenbossen leverden namelijk hout voor de mijnbouw. Omdat ruim 100 jaar geleden de techniek al veel verder was, konden deze ontginningen op een rationelere manier ontgonnen worden. Dat betekent dat er veel rechte lijnen in dit jonge ontginningslandschap zijn. Ook op de Besselinkschans kun je dat goed zien, want er lopen enkele lange, rechte zandwegen doorheen. Meestal hebben heideontginningen, jonge ontginningen, een nogal saai karakter. Want tegenover mij zie ik een landschap wat eigenlijk op een veel ouder landschap lijkt. En dat komt door een aantal flinke houtwallen die er doorheen lopen. Ik zei al dat het op de Besselinkschans tegenwoordig een heel spektakel is. De Zwarte Cross is er, ja, een paar jaar niet geweest, maar zal dit jaar er wel weer zijn. Er ligt een motocross circuit. Als ik in de verte kijk zie ik ook een zomerhuisjespark staan. Dus mensen komen hier genoeg. En dan heb ik nog niet eens over de rustzoekende fietser en wandelaar. Zo'n 25 jaar geleden was dit deel van de gemeente Oost-Gelre, toen nog gemeente Lichtenvoorde, ook onderdeel van het waardevol cultuurlandschap Winterswijk. De stichting WCL, afgekort dus, zorgde voor allerlei projecten in Winterswijk, een deel van Oost-Gelre en Aalten. Een van de projecten was dat er een grote uitkijktoren bij de Engelse schans is gebouwd. Daardoor heb je niet alleen een goede kijk op die schans zelf, maar kun je natuurlijk ook in de richting van Groenlo kijken. Die schans die hier ligt, dat deert natuurlijk uit de tijd van de 80-jarige Oorlog en waren bedoeld voor de belegering van Groenlo. En ja, vanaf die schansen kun je dan herinneren er ook nog aan dat het in die tijd ook al behoorlijk open was, kon je gewoon Groenlo zien liggen. Al dat spektakel trekt natuurlijk een hoop mensen, ook toeristen van heinde en ver. En ja, dat is goed voor de economie, van de gemeente. Maar ja, het verstoort natuurlijk rust ook wel een beetje. En daardoor is iedereen hier in de omgeving er niet altijd even gelukkig mee. Het is al midden april, al zou je het vandaag niet zeggen, want het is nog een beetje koel. Maar om me heen kan ik het wel overal aan zien. Het groen loopt overal uit en er zijn steeds meer struiken in bloei. En een van die vroegbloeiende struiken is het gewone krentenboompje. En ja, die bloeit altijd in april en eigenlijk meestal maar 2 weken lang. En later in het jaar zitten daar vruchten aan die vroeger wel als krent gegeten werden.